Ik sta hier vandaag in Bastogne samen met Reg Jans, eigenlijk Reg. Hij is onze gids van vandaag en hij gaat ons wat meer vertellen over de bijzondere verhalen eigenlijk die zich hebben afgespeeld hier in Bastogne ten tijde van de Battle of the Bulge. We staan hier voor een heel bijzonder monument, Reg. Zou je ons kunnen vertellen in een nutshell waarom dit zo belangrijk is geweest? Nu, het Marmaçon monument is hier gebouwd ter nagedachtenis van alle Amerikaanse troepen die hier gevochten hebben tijdens het Ardennenoffensief. De binnenkant vertelt in grote lijnen het verhaal van heel de slag. En aan de buitenkant vind je alle emblemen van de Amerikaanse eenheden die hier gevochten hebben. Met van boven al de staten van de Verenigde Staten van Amerika. Nu, er zijn twee redenen waarom dat monument hier op deze locatie gebouwd is. Right. Een van de redenen is, dit is het tweede hoogste punt bij Bastogne. Dus als je naar boven gaat, dan heb je een heel mooi zicht op de slagvelden rondom Bastogne. Je kan het centrum zien liggen. En de tweede reden is dat dit is het kortste, of technisch gezien, dat de Duitsers bij het centrum geraakt zijn. De infanterie is hier elkaar tegengekomen. Bastogne maakt eigenlijk deel uit van, is eigenlijk een kerstje op een heel grote taart. Ja, ja, ja. Vooral een kerstje voor de Amerikanen dan wel. Ja. De situatie bij de Belgisch-Duitse grens was vrij gewoon op dat moment, omdat de geallieerden zich aan het concentreren waren om via het noorden Berlijn te bereiken. Dus de troepen die hier zaten ervaring op te doen, hadden absoluut geen verwachten niks groots dat ging gebeuren. Het was natuurlijk elke dag, lagen ze wel onder vuur. Ja. Duitsers die artillerie, een paar granaatjes op de posities dropten, throwing punches. Af en toe deden ze dat? Laten weten van kijk, we zijn er ook nog. Okay, ja. Die dag op 16 december natuurlijk, het bouwde steeds maar op en werd veiliger. Toch wel, het was niet in één keer daarvoor? Het was... Maar in het begin dachten ze van oké, dat is onze dagelijke portie, Amerikanen noemen inkomende post. Oké, ja. Maar snel realiseerden ze zich dat dit deel was van iets veel groter. Dit was een ongewone situatie. Right, ja. Natuurlijk, Bastogne was strategisch heel belangrijk voor de Duitsers. Vooral te maken met logistiek. Okay. Want natuurlijk, als je in een gebied zoals dit een aanval uitvoert met zware tankeenheden, dan moet je gebruik maken van de wegen. Je kan niet op een breed front door de velden gaan aanvallen. Ook al af. Je zit constant vast op die wegen. En daarbij komt nog dat toen de enige wegen die verhard waren, waren de nationale wegen. Ah, okay. En niet verhard zoals we ze nu kennen, maar dat ze eigenlijk gravel roads waren. Sterk genoeg om vrachtwagens en tanks te transporteren. En natuurlijk, wat is belangrijk? Een knooppunt waar al die verharde wegen samenkomen, is logistiek zo belangrijk. Ja. Er zijn drie dingen waar een leger niet zonder kan. Nee. Dat is logistiek. De bevoorrading, Supplies, laat je zeggen. Ja. En communicatie. Ja. En vooral die logistiek was belangrijk. En Bastogne was belangrijk om hier in Bastogne 7 van die nationale wegen samenkwamen in één kruispunt. Oké. Toen de 101e luchtlandingsdivisie hier toekwam, hebben ze meteen de regimenten uitgestuurd in een cirkel. Voor het 501e regiment bezette dit gebied, de heuvels die je ginder ziet. Op de linkse flank het 506e regiment. Wauw. Het 502e in het westen. Best. En de hele zuidelijke perimeter onder Bastogne werd door het 327e regiment afgedekt. Nu, Duitsers hadden ondertussen al de dorpjes Majeret bereikt. Dat ligt ongeveer 1,5 kilometer ten noordoosten van Bastogne. En toen ze doorstonden naar het volgende dorpje Neff, ongeveer 1 kilometer die kant op, botsten ze op de eerste Amerikaanse parachutisten die binnengewandeld kwamen. Dus de 101e is hier net op tijd toegekomen. En alle kredieten natuurlijk daarvoor gaan naar de 28e infanteriedivisie, 10e tankdivisie, die de Duitsers lang genoeg hebben kunnen vertragen. Fighting for time. Wow. Zodat de parachutisten in Bastogne geraakt. Ongelooflijk. Bijzonder.